wel 3-2 gewonnen, maar best tevreden, neem aan van Eet. Ik ben heel tevreden. Toch wel? Ja, als je in deze fase van de competitie 2 keer achter elkaar wint, dan ga je het doen. En het spel is met vallen en opstaan. Vandaag was dat heel duidelijk. Maar het gaat om winnen. En daar moeten we heel blij mee zijn. Dat we nu op de neugende plek staan. Heel kort die andere ploegen zelfs naar de 4e plek toe. Ja, het geluk kennen we ons nog wel. Ja, 6 naar de 4e plek. Maar er zijn wel andere ploegen die nog een wedstrijd moeten spelen. We kregen achter elkaar toch wel weer 5 finales. De komende vrede kregen van VVV een echte derby. Ja, maar dat doet ze toch voor. Ik bedoel, het gaat om dit soort wedstrijden. Voor ontwikkeling van jonge spelers moeten ze dit soort wedstrijden spelen. Ook hier vandaag. Er staat toch een hoop druk op. Meestal in de uitvoering van het spel. Ja, daar hebben we ook last van. Maar als ze dat voor de 2e keer metmaakt, vorig jaar de play-offs gehad, moet ze ook erom gaan. En nu weer. Ja, dat is een ontzettend goede ervaring voor iedereen. En wie vaker dat ze dit metmaakt, wie rustiger dat ze ook in de wedstrijden kunnen gaan spelen. En uiteindelijk moet dat uitmonden in de ontwikkeling van spelers. Ja, uiteindelijk hebben ze ook een goede hand gehad in het wisselen. Nepo Moceno, derde voorzet geeft, voor uiteindelijk de nekslaag voor Sparta. Jordi Briels 3-2 uitscoort. Ja, dat klopt. Met name Jordi Briels achter Tariq Barre neerzetten. Ik denk dat dat de beste uitkomst was wat voor uit hebben gevonden op de bank. En uiteindelijk is Jordi enigste, die kan dat belopen. Zo Jeffries ook heel veel loopwerk door, maar heel weinig actie naar voren toe. En dat is inderdaad goed uitgevallen. Wat was eigenlijk de overwinning om Johan de Boer eruit te laten? Dus de helft van de week is ziek geweest en dat voelt zich net 100% fit. Oké, dat is het duidelijk. En voor de rest, het gaat goed. We zijn in de 9e plek. Als je pakt ten opzichte van Volendam 1 puntje achter, maar Volendam min 4 plus 10 doelpunten. Dit jaar gaat het met de plus van de doelpunten wel goed. Nee, maar goed. Uiteindelijk moet ik zeggen, de kansen die we kregen de laatste wedstrijden, die benutten we ook. Dat we ook in een hele competitie achteraan liggen, Chase. Dat we ons heel veel kansen creëren en niet benutten. En niet kansen 6 half kansen, maar gewoon 100% kans. En ik ben blij dat we nu de kansen die we kregen, we hebben nu misschien 4 momenten gehad. En de scores 3 keer. Ja, dat is prima. Dan weten ze ook dat ze wedstrijden gaan winnen. Op naar de volgende wedstrijden die we gewinnen. VVV, MVV. Dan nog eens een keer even toe tegen Almere en de laatste wedstrijd, ik heb het gezegd tegen Emmen, dat wordt hem. Nee, maar goed, ik heb dat naar de winterstop al tegengehoord. Ik geef nog steeds om de laatste wedstrijd van de competitie. Zo spannend is het. Als er 8-9 ploegen met een puntenverschil van 3-4 die elkaar zo. En dan wisten ze dat ze de laatste wedstrijd in de competitie moesten knokken voor een plek. En dat is het spannende van de competitie nu, om die play-off plekken. Iedereen geeft er ook voor. Dus Emmen is dus een keer met 8-0 ongeroeid gaan. En daarna winnen ze weer 2 keer, die komen weer erbij. Als ze 2 keer verlusten, zakken ze weer af. Ja, daar hebben we ook last van. En voor het vertrouwen is dat prima. Zou weer de klap hoog eens maken, want Excelsior had gisteren ook met 8-0 gewonnen. Is het misschien hoe onze beurt is? Ja, maar dan moeten we ook beter gaan verdedigen. Oké, wel succes voor zieners. Ja, dank u. Merci.